In de Consciencebibliotheek in Antwerpen loopt de tentoonstelling Heilige Plaatsen, Heilige Boeken over de Tenach, de Bijbel en de Koran, de drie boeken die centraal staan in het Jodendom, het Christendom en de Islam. Het is heel bijzonder dat de drie boeken samen in één ruimte worden getoond. Het is een historische tentoonstelling, het is een tentoonstelling over de gelijkenissen, maar ook de verschillen tussen de drie religies en vooral dan ook de manieren waarop die religies met hun boek zijn omgegaan. Het is bijvoorbeeld zo dat er in de Joodse boeken geen afbeeldingen staan. Dus men gaat daar geen illustraties aan toevoegen. Terwijl bijvoorbeeld Koranhandschriften vaak zeer luxueus, zeer vorstelijk versierd zijn, zeer mooi uitgegeven zijn. En dat is ook heel duidelijk te zien in deze tentoonstelling. Er zijn hele oude stukken bij, zoals dit lederen fragment uit de oude zeerollen uit de eerste eeuw na Christus. Of dit beetje gehavende exemplaar van de Gutenbergbijbel uit het midden van de 15e eeuw. Het was het eerste gedrukte boek in het Westen. De stukken komen uit binnen- en buitenlandse collecties, onder meer uit de Vaticaanse bibliotheek. Er kwamen dan ook heel wat veiligheidsmaatregelen bij kijken om de boeken naar hier te krijgen. Om de boeken naar hier te halen is er samengewerkt met een kunsttransporteur. En die zorgen ervoor dat heel veel boeken ook gewoon met een koerier tot hier in Antwerpen komen. Dat die hier stevig verpakt, heel veilig zijn toegekomen. En dat die ook onder begeleiding vaak worden uitgepakt. De tentoonstelling Heilige Plaatsen, Heilige Boeken loopt nog tot 21 december.